Nou, wij zijn dus nu bij Garage Den Helder. Ja. Filmen? Ja. Oh, die capsule staat er al lang op. Hebben wij al verteld dat Garage Den Helder heet? Ja, joh. Ja. Want weet dat, we eten vegan en we pissen waterstof uit, maar dan kunnen ze die takjes op laten rijden. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Carin en Roderick. Roderick en Carin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 19 november 2021 en het is nu 13:45 in de middag. Met wielen zal ik lopen. Alleen. Kijk daar. Lady! Ja, ga mee. Dus ja, het zonnetje schijnt. En we hopen dat jullie vandaag weer ook heel veel plezier beleven. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet ook met ons lekker mee. En ja, geniet gewoon lekker met ons mee. Lady heeft het ook lekker naar de zin. Hè? Nou, wij zijn dus nu bij Garage Den Helder. Ja. En er zijn twee gasten die erop willen. Leuk. Dus ik ga even hun ook even filmen. Ze zijn al druk bezig om een vermomming te doen. Dat is leuk. Dus ja, komt goed. Zonnemondkapje, kom op. Mag gewoon, ja mag. Nee, want ik ben echt een zoeker, maar ik zat te relax. Ik ben een van de criminelen, creamboys. Doe hem lekker af, jongen. Nee. Natuurlijk wel. Filmen? Ja. Oh, die capsule staat er al lang op. Hebben wij al verteld dat Garage Den Helder heet? Want ja, joh. Ja. Want weet dat, we eten vegan en we pissen waterstof uit, maar dan kunnen ze die takjes op laten rijden. Dus wij zijn echt heel erg CO-neutraal hier. Ja, ik zweer het je. Kijk maar, nieuwe hoesjes in die auto. Nou, dat is inderdaad een goed zonnetje zelf. Doen we trouwens alleen nog maar naar BMW's Garage Den Helder. Ja. Tuurlijk. Je kan het weer mooi brengen, jij. Je kan het weer mooi brengen, jij. Ik krijg helemaal voor die kut van jou. Echt, jongen, die gozer die bril heb opgestoken en die vermoord ik nog. Maar wat is er mis dan? Maar wat is er mis dan? Waarmee? Met Garage Den Helder? Nee, met deze auto? Het groene gedeelte dan, hè. Maar met deze auto? Ja, nou kijk. Hij heeft een hele dure BMW gekocht en er zitten nog originele BMW bougies in. En niet originele BMW bougies. Nou, dat klopt dus iets niet. Er komen allemaal verschillende bougies uit de auto. Maar hij is dealer onderhouden, hè. Dus BMW Nederland of dealer Nederland. Of dealer Nederland. De goedheid en de Nelderstraat. Een boekje, hè. Wie zien dat? BMW afgestempeld. Is toch handig? Maar ik kan beter hier aan gaan. Ja, klopt. Ik heb wel eens camera schroeven. Oh ja. Ik zeg toch, het staat op de telex. Nee, maar hij kent me onderhand wel hoor, en met filmen. Ja. Heb je de vlog gezien? Ja, ik heb hem gezien net. Hij liet hem zien. Ja. En wij moeten nog even kijken, hebben we wel gelijk dan? Die dag abonnement voor. Jongens, allemaal Garage Den Helder verhaal, of noem je dat kanaal, moeten jullie allemaal gaan volgen. Wij worden echt beroemde bloggers. Volgende week staat er weer een filmpje op, dus inloggen. Ja, dan moet je wel volgende week komen. Dat is trouwens nu net geregeld, hoor, heel spontaan. Lekker impulsief ook die ADHD, hè? Lekker goed bezig. Hey, ik heb ook ADHD. Hey, hoe toevallig. Hey, mooi man. Ja, ik niet. Deze niet, die is kat zo. Maar daar hebben we wat voor. Maar dat zeggen we niet in Ketsheuvel. Dat is het grootste exportproducent van Nederland. Exporteur, Ketsheuvel. Hollebolle Gijs. Papier hier, weet je wat hij zegt? Pilletje hier. Ja, dat zei ik. We staan weer bij de garage, want we lekten olie van de onderkant. Ja. Maar hoe weet jij en dat er dan zoveel liter in zit? Waar kijk jij dan naar? Op dit dingetje. Als je één keer draait, ja? Is 1 liter. Oké. Twee keer is 2 liter. Oké. Handig om dat even te weten gelijk. Ja. Een klein slokje bij, is 3,5 liter. Okay. Dus dan nog een klein slokje bij. Dan is hij op max. Even afdichten. Kijk. afdekte. Echt hè? Niet dicht. Er valt nieuw ventiel in, denk ik, hè? Oude. Oudside heeft die bandje. Dit is nieuw, hè? Nee, is oud. Dan mag meneer van de starten. Oeh, dan mag jij starten, schat. Ja, maar hij ook. En we hebben er twee. Oh, we hebben twee? Ja. Die kan eerst daar. Hij gaat niet zomaar dicht, hoor. Hè? Hij gaat niet zelf op slot. Nope. Wild. Jouw raam heeft weer de koek. Iemand eruit, laat maar lopen. En dan gaan we onderzetten, baanzetten, uitzetten. Dan is hij aan. Moet ik eruit halen? Moet ik eruit halen? Kijk. Deze bandje is nog nou, netjes qua lucht, maar deze... Een beetje minder. Een beetje minder, zeg maar. Een beetje erg minder. Moet je kijken. Kijk, nou is hij mooi droog. En je ziet ook gelijk de feestnaar. Dat is mooi. Die zit ook mooi goed vast. Nog steeds. Ik zal dit zo even aan Ron vragen of dit heel erg is, die helft. Nee, want daar zit niet heel erg naar boven, naar onder. Nee, ik was wel vragen of dit een beetje naar boven kan. En dan is dit dus de of als je gaat tanken, dit hier. Dat is handig. Ja, hij wordt wel weer een beetje nat. Lijkt wel aan de buitenkant een stukje, maar... Kijk, dat betekent dat hij lek kan, toch? Moet die motor aanblijven? Nee, ja. Dus geen gat, toch? Nee. Maar waar zit dan en dan de lek dan? Want hij is wel zacht. Eerst de motor uit. Hoeft niet. Want die olie moet warm worden om te kijken of hij nog niet lekt. Maar volgens mij lekt hij wel, want ik zie daar een beetje vloeistof op de grond leggen. Ik zie vloeistof op de grond leggen. Ja, dat is van onze auto, ja. Want dat lag er net niet. Dat lag er net niet. Nee. Ik ga zo kijken onder. Zo, dit was even een hele korte vlog, maar toch wel weer een vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En vergeet het belletje niet. Want dan blijf je op de hoogte met alles wat op YouTube online komt. Elke dag om 2 uur weer een gloednieuwe vlog. Dus nogmaals, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.